uitgestrekte landerijen en strakke lijnen. Dat kenmerkt dit landschap in de Flevopolder. En je kan wel zien dat deze polders vooral zijn aangelegd vanwege de landbouw. Grootschalige bedrijven met een strakke verkavelingsstructuur. Plannen om polders te maken in de Zuiderzee zijn al vaak op papier gezet. Maar het project de Zuiderzeewerken dat Cornelis Lely in 1891 tekent, is het meest realistisch. Hij bedenkt polders op de plaats waar vruchtbare klei ligt. De zandbodem in het midden vindt hij niet belangrijk. Het eerste deel dat wordt ingepolderd is de Wieringermeer in 1930. Deze wordt vrijwel helemaal ingericht voor akkerbouw en veeteelt. Net zoals de Noordoostpolder die 12 jaar later wordt drooggelegd. Daarna volgen de beide Flevopolders. Een gebied dat oorspronkelijk bestemd was voor industrie kon niet goed worden drooggelegd vanwege een oude geul in de bodem. Omdat er ruimte genoeg was, kon deze plek worden ingezet voor natuurontwikkeling. De Oostvaardersplassen zijn ondertussen van internationaal belang als moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels. Ook komen er nieuwe steden in de Flevopolders als overloop van de groeiende bevolking in de Randstad. Er zijn nog plannen voor de aanleg van een vijfde polder. Deze houtripdijk is het begin van de aanleg van de Markerwaard, die dus daar had moeten komen. Maar veranderende inzichten leiden er uiteindelijk toe dat deze polder er toch niet komt.